Nou ja, we zijn hier vandaag op een uniek feest, namelijk een voedselfeest. En met allemaal mensen bij elkaar tekenen we een mooie voedselambitie. Wij gaan 6 salades maken en die met allemaal dingen die mensen hebben meegenomen hier naartoe. Dus die eigenlijk in de koelkast stonden of lagen. Er zitten ook soms dingen bij waar gewoon schimmel op zit, zoals een sinaasappel of zo. En daar gaan we dus 6 salades, lekkere salades van proberen te maken. We maken hier denk ik een aardappelsoepje. Nou ja, ja en ik zie aardappels en ik zie allerlei andere ingrediënten die ik al... En ik heb dit jaar, zo vorig jaar, ik heb al heel veel aardappelsoep gezien. Ik ga nu een paar pogingen wagen om het zelf ook te maken. Dus nou ja, dan brengen we Van Gogh en food op een hele leuke manier bij elkaar. We moeten eigenlijk de mediciale krachten die in voedsel verscholen zijn, die moeten we eruit zien te halen. Om op die manier gewoon, als we ons helemaal lekker voelen, richting supermarkten te bewegen. Om gezond voedsel te gaan kopen, in plaats van naar de apotheek voor een pilletje. Dat is eigenlijk waar we naartoe moeten, denk ik. Ja. Het is heel erg belangrijk dat we met elkaar hebben afgesproken dat we op het punt van voedsel hier in deze regio met elkaar de samenwerking zoeken. En het is altijd fijn dat je ziet dat hoeveel belangstelling is daarvoor. Ik zie heel veel mensen die gemotiveerd zijn om samen die visie om die te concretiseren. En dat geeft mij als voorzitter van de regio Food Valley een enorme kick. De dag was super succesvol. Ik hoor van mensen die hier waren dat ze het heel leuk vonden. Vooral ook om eens te koken met elkaar, want dat brengt elkaar in gesprek. Van wethouders in pak tot mensen zonder pak. Iedereen met elkaar aardappels schillen, knoflook snijden. Ik vond het fantastisch.